In het oosten van het land. Yo, die mensen zijn sowieso crazy. Sowieso hebben ze ergens wapens en tractoren en shit. Dat moet je hebben, toch? In een apocalypse. Wat gaan we hier in de stad doen? Ah, havermelk. Nee. Ik ben Quinty. Je kan me kennen als Quinting op het internet of als presentatrice, schrijver of acteur. En dit is mijn Vice interview. Solid. Als ik een tijdmachine had, zou ik alle kennis die verbrand is tijdens de brand van de bibliotheek van Alexandrië, zou ik alles oppakken en meenemen. Fuck, I'm gonna be rich. Rijker dan Elon Musk, iedereen zijn moeder. Als je die kennis toch zou hebben. Oh my god. Kennis is alles. Kennis is echt absoluut macht. Dus wat dat betreft, ja nee, dat zou ik doen. En het dan, mag ik dan ook, ik wil dan niet terug naar 2021. Ik wil dan nog iets daarvoor terug. En heel veel cash maken met dingen die ik dan verzin. Ja, ja. En boeken uitbrengen en zo. Oh, oh, oh. Ja. Ik verzet me eigenlijk in best wel veel. Wat soms ook vermoeiend is. Maar soms is het best lekker om gewoon mee te gaan met de flow. Maar dat begon denk ik al vanaf heel erg jong. Vanaf het moment dat mijn kleuterjuf in groep 1 zei dat ik dingen alleen mocht inkleuren in rechte lijnen. I will never forget this moment. Ze heeft toen gezegd dat ik alleen maar mocht inkleuren zoals een lineaal loopt. Zodat je, als je een kleurplaat hebt, dat het alleen maar in rechte lijnen gekleurd mocht worden. En toen dacht ik, heck no! Dus ik ben elke kleurplaat consistent heel heftig gaan inkleuren. Dus daar begon het al, denk ik. En ik denk dat dat nu zich doorvertaald in het feit dat als er ook maar iets van onrecht om me heen gebeurt, dat ik dat gewoon absoluut niet accepteer of zo. Ik zit al lang op social media, die DM's die zijn raar. Via Instagram kan je sowieso niet zomaar iets ontvangen, want dan moet je het openen. Dus als mensen zeggen, ja, ik krijg allemaal dickpics op Instagram, dan denk ik ook, ja, maar dus je opent vage foto's, dan zoek je het zelf. Het laatste wat ik wil zien is random pic. Gewoon, ik, please niet. Oh my god, disgusting, nee. Op een gegeven moment was er een guy. En die was er volgens mij echt van overtuigd dat wij getrouwd waren. Die wist waar ik mijn boodschappen deed, waar ik woonde en dat soort dingen. Ik was niet bang voor hem. Volgens mij was hij gewoon in de war. Maar hij stuurde me zeg maar echt, goedemorgen lieve schat, ik hoop dat je het gewoon echt op die manier. Deed hij mij DM'en 4 keer op een dag. Op een gegeven moment werd hij boos omdat ik niet reageerde. En ik denk dat ik hem daarna heb geblokkeerd. Omdat ik dacht, dit gaat niet goed of zo. Zijn Instagram had ik dan zo 4 hele rare foto's, weet je wel. Ik vind sowieso 4 foto's op je Instagram, dan ben je raar. Want hoe kan je leven met het feit dat je zo 3 foto's en eentje eronder hebt staan op je profiel? Als je dat aan kan, sorry, maar dan is je brein sowieso al kwijt. Ja, er was gewoon iets mis met hem. En ik dacht ook, weet je, als dit zijn uitlaat is om mij te DM'en, laat maar. Maar er zaten echt rare dingen in. Ik ben hem nooit tegengekomen. Nee. Dus ik was oprecht. Ik vond hem tegengekomen ook minder eng dan bijvoorbeeld een oude Tinder-scharrel tegenkomen. Zeg maar, want dat is ook gewoon angstig, toch? Maar ik vond hem nog minder eng dan dat. Dus het was fijn. Het voelde ook ergens wel onschuldig of zo. Shit. Wie heeft een groot huis? Wie woont er op het platteland? Hij is niet eens een collega van me, maar volgens mij heeft hij snel een boerderij gekocht. Hij heeft vast een kelder. I'm a sneak up there. Ergens in Deventer waarschijnlijk, ergens in the middle of nowhere. Daar ga ik zitten. Ik zou niet in de stad blijven wonen. Dat, En daar in het oosten van het land.
Yo, die mensen zijn sowieso crazy. Sowieso hebben ze ergens wapens en tractoren en shit. Dat moet je hebben, toch? In een apocalypse. Wat gaan we hier in de stad doen? Ah, havermelk. Nee. Nee. Dus je moet ergens zijn, een boerderij. Dingen met haken en shit. Pitchforks. Dat moet je hebben. Dus sneller. Als het uitbreekt, I'll be with you. Ik zou gewoon in bepaalde kamers sneaken. Dus waar gesprekken gevoerd worden dat je denkt, hoe gaat dit gewoon? Waarom gaat dit zo? Dus bijvoorbeeld het gesprek tussen terreurleiders en de Biden administration. Nou, dat lijkt me echt. Wat voor gesprek moet dat zijn? Vragen ze elkaar aan het begin ook om de koffie en zeggen ze daarna, wil je alsjeblieft niet Kabul opblazen? Zeg maar, is dat hoe dat gaat? Wat gebeurt daar? Daar zou ik wel, zeg maar, zo in willen sneaken. Baby's die vallen. Het lichaam van een kind. Dus heel veel zoogdieren worden capabel geboren. Mensen niet. We are worthless zodra we geboren zijn. We kunnen niks zonder hulp. Als je een giraf ziet, die worden geboren, 2 minuten later zijn ze al boodschappen aan het doen voor hun hele familie. Baby's, wij kunnen dat niet als mensen. Dus ik vind gewoon alles wat daarmee gebeurt, het klopt niet. Je ziet een kind wankelen, ze willen naar voren, ze gaan naar achter. Dat is funny. Ik heb in een kinderspeelparadijs gewerkt. Ik kon gewoon uren genieten van kijken naar die kinderen en hoe ze vielen. Weet je hoeveel kinderen vallen en hoe ze nou opstaan, hoe ze daarmee omgaan. Ik vind dat gewoon interessant. Als een kind echt pijn heeft, dat vind ik het allerergste ever. Dat kan ik niet hebben. Maar een kind dat gewoon valt en weer opstaat, met misschien even een pauze. That's funny.